Ga mee met een rondje carnaval door de kerkdorpen van Venray. En we starten bij Knolleke in Leunen. En in uitverkochte De Bank ging ook de voorzitter van de Knolleke als artiest op de bühne. We doen zelf met vijf keer niks mee aan de zitting. Ik denk dat wij een jaar of 10 geleden begonnen zijn met drie keer niks. Waar we met z'n drieën, dus 2 jaar terug, Stan erbij gekomen. En dit jaar is er nog één jongen erbij gekomen. En ja, een jaartje of 10 denk ik dat we bezig zijn, ja. Ja, maken we een stukje over het dorp eigenlijk. Ja, met over mensen in het dorp maken we filmpjes, met en foto's en daar maken we een verhaaltje bij. Na het aftreden van Prins René den Eerste en zijn adjudanten is zaterdag Ivan Maas uitgeroepen tot Prins Ivan den Eerste van carnavalsvereniging De Schansenknuppels in Kasteraar. Op de goed bezochte liedjesavond in de Smeelhof in IJsselstein waren die van Lemmens de grote winnaars. Luc en Vera debuteerden met het nummer Osvlag en wonnen daarmee zowel de publieksprijs als de bied van de Hof Wisseltrofee. Nou geurt het gasten op, dus ik tel tot drie, dan gaat de tent hier op de kop. Alle hens aan dek, ik word net weer gek van al die vragen in de lucht. Van smerig vroeg tot zorgzaam, dan in mijn lekker gaan. Onder begeleiding van het orkest, wat mooi wou, werden de 8 liedjes gepresenteerd. Maar